In Zou Life Science hebben we nu een vitrine staan over een Rotterdammer die zout heeft onderzocht. En ja, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van allemaal verschillende stukken zout die we onder de grond hebben. Dus zoals je kan zien zijn er heel veel verschillende soorten zout. Maar zo'n stuk is eigenlijk maar één klein korreltje van wat we onder de grond hier hebben. Nou, dit is hoeveel zout we in Nederland soms wel onder onze voeten hebben liggen in de grond. Dit stuk komt uit Winterswijk en op sommige plekken in Nederland kan de zoutlaag wel 600 meter dik zijn. Dat is 2 keer de hoogte van de Eiffeltoren.